Door de uitbraak van het coronavirus werken vele werknemers noodgedwongen thuis. Natuurlijk heeft niet iedereen thuis dezelfde middelen als op de werkvloer. Maar daar is een oplossing voor. En daarvoor bezoeken we een software developer. Momenteel zijn er twee grote ontwikkelingen binnen onze sector. Enerzijds mensen gaan naar de cloud, wat wil zeggen dat ze van overal eigenlijk hun software kunnen gebruiken. Wij hebben gekozen voor Oracle Application Express. Dat is een rapid application development tool, ook een low-code platform. Wat ons toelaat om heel snel applicaties te maken en dat werkt perfect met de cloud samen. Dus wij hebben ons gespecialiseerd in één bepaalde technologie. Dat noemt Oracle Application Express en dat laat toe om heel snel via low-code ontwikkeling te doen. COVID-19 had niet zo'n hele grote impact op ons, omdat wij al heel internationaal werken. We hebben medewerkers in eigenlijk heel de wereld en onze klanten zitten ook in heel de wereld. Dus we werken al heel veel met Zoom en met websessies. De manier waarop we elkaar zien is wel fel gewijzigd. Daarvoor kwamen wij samen bij conferenties of hier op kantoor, maar dat is nu veel minder. Low-code wil zeggen dat je veel meer tijd spendeert aan de klant om die zijn business te begrijpen en dat je dan bouwstenen gebruikt om eigenlijk software te gaan ontwikkelen. Dus door weinig code te schrijven, maak je toch software. Wij kijken eigenlijk naar de klant, naar hoe dat die zijn code is, de manier van werken. En wij hebben onze code, softwarecode, en die brengen wij samen. En dit zorgt voor United Codes. En dit zorgt dan voor de optimalisatie bij de klant. Onze klanten bevinden zich in heel de wereld. Enerzijds hebben we NASA, Volkswagen, BMW, maar we hebben ook heel wat US-overheden. En dan, onze software wordt ook gebruikt in projecten die we lokaal doen. Bijvoorbeeld bij Luminus, Tennis Vlaanderen, Outteam, maar ook kleinere spelers. Een van de belangrijkste dingen in softwareontwikkeling is je veiligheid van de software. Maar anderzijds heb je ook, je wil vandaag rekening houden met dat die software nog werkt over 5 jaar of over 10 jaar.